CISA heeft een praktijk leerroute om mensen op te leiden tot onze toekomstige collega's. Ik heb gekozen voor de praktijk leerroute omdat ik het fijner vond om de theorie die ik leerde gelijk te kunnen koppelen aan de praktijk. Of eigenlijk juist andersom. Dat de theorie die ik leer wordt aangepast op wat ik zie in de praktijk en dat kan op de praktijk leerroute. De praktijk leerroute is een bolopleiding. En dit betekent dat je stage loopt binnen de locaties van CISA en je staat boventallig. En ze krijgen les van leraren van het Rijn-IJssel College die op die locatie van CISA les komen geven. Het verschil met de reguliere route is dat je eigenlijk de regisseur bent van je eigen opleiding. Het onderwijs wat je ontvangt wordt aangepast op wat jij ziet in de praktijk en dat noemen wij dan vraaggestuurd leren. Toen ik bijvoorbeeld instroomde in de praktijk leerroute, kon ik vragen stellen aan mijn ouderejaars van hoe hebben jullie deze opdracht gedaan, hoe hebben jullie dit aangepakt. Maar ook dat je bijvoorbeeld opdrachten uit andere leerjaren al eerder kan afronden, omdat dat is wat je op dat moment in de praktijk tegenkomt. De studenten gaan werken met heel veel verschillende doelgroepen binnen CISA. En deze doelgroepen zijn onder andere mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een meervoudig ernstige verstandelijke beperking, matig verstandelijk beperkt, mensen met een niet aangeboren hersenletsel, autisme, autismeverwante contactstoornissen, maar ook lichamelijke beperking. Je wordt op de praktijkleerroute heel erg goed begeleid. Ook heb je bijvoorbeeld 3 gesprekken met je SLC'er en je stagebegeleider. En dit is ongeveer 1 keer in de 4 weken. Er wordt van mij verwacht dat ik wel zelf zorg draag voor het verloop van mijn route. Je bent zelf verantwoordelijk. Wel in overleg natuurlijk met docenten, plan je de toetsen in en overleg je welk onderwijs je wil ontvangen op dat moment. Ik zou de praktijkleerroute aanbevelen aan studenten die er al echt klaar voor zijn om direct de praktijk in te gaan. Want op de praktijkleerroute loop je vanaf dag 1 stage. En mensen die zelf verantwoordelijkheid willen dragen voor hun eigen opleiding en het verloop daarvan. Als je de praktijkleerroute hebt afgerond, heb je baangarantie, waardoor je eigenlijk sowieso verzekerd bent van een baan.